Er wordt volop gewerkt aan de restauratie van de Middelburgse kademuren. De werklui staan voor een dilemma. De muren zijn aangetast door plantengroei, dus het liefst leveren ze de kades straks weer helemaal schoon op. De muur is in heel slechte staat. Dat betekent dat er heel veel scheuren in zitten, heel veel stenen los liggen. Daar komt grond en zand en dergelijke tussen. Vochtige toestanden, ideaal voor prachtige plantjes. Maar wat blijkt? De planten die aan de Middelburgse kademuren zitten, zijn erg bijzonder. En juist die hele bijzondere plantensoortjes, die proberen we eruit te halen tijdens en voor de sloop. Dus worden een aantal plekken in de muren gemaakt waar deze bijzondere planten toch mogen groeien. Als de muur een deel klaar is, worden er spots, dus kleine plekken uitgespaard. En daar wordt met een wat specialere aangepaste metselmortel en voegspecie, worden die plantjes teruggeplaatst in de hoop dat er een gedeelte aan gaat slaan. Want het ziet er natuurlijk heel erg rustiek en romantisch uit, zoals het in de zomer daar langs de kades met alle plantjes en bloemetjes eruit ziet. Maar het is in veel gevallen verwoestend voor de muur.